Ziet er stijl uit, maar we zullen zien als we daar dichterbij zijn. Durven dromen van een groot doel. Een gigantische uitdaging die voor je ligt. Jezelf een kans geven om dat doel te behalen. Ongeacht of je er komt. Dat is voor mij het mooiste dat er is. Je bent hier. Zet hem op. Tot straks, maat. Seven Summits. De hoogste berg van elk continent. Good luck, baby! Ja, dan voel ik het wel draaien. Want, potverdorie. Als dat maar goed gaat. Something happened last night. Maybe a yeti. Ik zit zo vast. Dat aan kunnen passen, zeg maar. Ja, dat zie je bij hem altijd terug, zowel zakelijk als in dit soort doelstellingen. Er zijn mooiere bergen in de wereld dan de Seven Summits. Er zijn moeilijkere bergen in de wereld dan de Seven Summits. Maar door naar ieder continent te gaan en de uitdaging om dan te proberen om het in één jaar te kunnen doen, dat is fysiek en mentaal, logistiek en alles, is dat volgens mij een van de moeilijkste dingen die je kunt doen. Het is goed, maat. Wij hebben echt zo'n comfortabele zone waar we altijd heel graag in blijven hangen. Maar het gebeurt eigenlijk daarbuiten. Ik krijg het niet eens aan, man. Mijn idee is, go to the top and down in one day for the base camp. It's crazy. It's many, many, many crazy. Die doelen die hij stelt, die stelt hij ook echt en daar houdt hij ook aan vast. We ploeteren gewoon door. Gekke man heb je, hè? Dat hij dit nou leuk vindt. Als ik naar dit soort projecten kijk, dan vraag ik me echt af, als angsten en onzekerheden niet zouden bestaan, waar durf je dan van te dromen? 2 days away from Everest Base Camp. Are you so excited? Moet ik daar enthousiast van worden? Ik weet het niet, hoor. Van een scheiterij als een idioot. This is meant to be professional. Sorry. Oh, sorry, you want to do another take? Focus, please, drink, rest, and enjoy. It's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Perfecto. Ik zou stapje voor stapje gaan. En de volgende komt daarna wel.